februari. Verlengd, ja. Verlengd, ja. Wat is het voldoende, denkt u? Nou, wat er nu ontstaat en wat je dit soort beelden en wat die informatie die er nu steeds meer op afkomt, krijgen we eigenlijk. Zijn we eigenlijk heel goed bezig met die lockdown? Zien we nu de getallen dalen? Ook heel langzaam nu op de IC. Dus met elkaar hebben we een prachtig gedrag dat het ons lukt om dit virus onder de knie te krijgen. Alleen wat hier nu gebeurt en wat er ook in Ierland en zo gebeurt, komt er eigenlijk een soort nieuw virus aan. En dat realiseerde ik me vandaag in het OMT. Nou, die Britse variant, hè? Ja, dat die Britse variant. En dat je eigenlijk een derde golf kunt verwachten. En dat is iets waar we eigenlijk helemaal niet bij stilstonden. Of stilstaan. Want we dachten van, luister eens, we krijgen nu een vaccin. We hebben alles onder controle. We en we moeten nog bezig. Even. Ja. En als dat even voorbij is, kunnen we verkiezingen houden. En krijgen we een nieuw kabinet. Maar wat er nu op ons afkomt, ja, dat is echt zorgelijk. En toen Angela Merkel had ik van de week op de radio. En die zei van, ja, de lockdown in Duitsland kan. Hè, dat was een uitgelekte dingen tot de zomer. Toen dacht ik, waar heeft ze het over? Maar nu denk ik, ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, wat er nu gebeurt, in Ierland bijvoorbeeld, daar hadden ze een 6 weken lockdown tot 1 december. Toen Ierland vieren ze graag kerst, hadden ze wat versoepeld. En nu, deze week, hebben ze de meeste besmettingen van heel Europa. Ja. Dus wij zitten nog in een goede situatie, maar wij kunnen. Je durft niet los te laten. Nee, vindt u dat de avondklok er zou moeten komen? Daar is veel discussie over in Nederland. Ja, maar ik vind het oninteressant wat ik vind over één maatregel. Waar het nu over gaat is dat we nu zeggen, met de maatregelen die we genomen hebben, gaan we de goede kant op. Maar wat kunnen wij verwachten van die Britse variant? Ja. En moeten we daar maatregelen voor nemen? En hoe gaan we daar ons op voorbereiden? En je kunt nooit over één maatregel hebben. Je moet het is een hele belangrijke maatregel, ook om jongeren in toom te houden. Die avondklok, er zijn natuurlijk, wat vindt u er persoonlijk van? Want u kunt wel zeggen, ja, het is één maatregel. Het is wel een heel belangrijke maatregel. In Frankrijk is er van 6 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends een avondklok meer ingesteld. Ja. Meer landen gaan het overwegen. Wij zijn bang dat we ook Duitse liedjes verplicht moeten zingen als de avondklok weer ingesteld. Nee, maar begrijp, kijk, wat we nu ook doen is van, we kijken ook wat er in andere landen gebeurt, hè, ook met die Britse variant. Je ziet het nu heel hard stijgen in Portugal, in Spanje en Oostenrijk ook weer. Dus dat houden we goed in de gaten. En welke maatregelen hebben ze daarover genomen? En welke helpen niet? Hè? Dus er is veel overleg. Wat je nu ziet, is alles daalt op het moment, behalve de groep tussen de 20 en de 25 jaar. En om die mensen te zeggen van, hoe kunnen we daar nou effect op hebben? Daar is toen de discussie ontstaan, zou eventueel een avondklok kunnen helpen? Omdat we dat